In Fire Emblem Warriors Three Hopes keren we terug naar Fotlan. Dat is de setting waar Three Houses, de vorige Nintendo Switch-titel uit de reeks, zich ook afspeelt. Meteen maken we kennis met Chess, een huurling die als enige uit zijn groep overeind blijft in een gevecht tegen de Ashen Demon. Die Ashen Demon is trouwens geen onbekende. In Three Houses is hij, of zij, jouw personage Pilot. We staan dus aan de overkant van het strijdveld in Three Hopes. Toch loopt dit verhaal parallel aan het avontuur dat je in Three Houses beleeft. Wie nog nooit Fire Emblem speelde, vraagt zich misschien af of je meteen kan instappen in dit spel. In principe wel, want het is een aparte verhaallijn. Al leunt voor mij het antwoord op die vraag eerder naar nee. Want de achtergrond uit Three Houses geeft deze Warriors-titel zoveel meer diepgang. Three Hopes laat gewoon een nieuwe wind door Fotlan waaien. Fotlan is trouwens een continent en dat continent is opgedeeld in drie belangrijke gebieden. De Adrastian Empire, de Holy Kingdom of Fargus en de Lester Alliance. Ooit vochten ze tegen elkaar, maar nu is er een periode van relatieve vrede. Pal op het kruispunt van deze drie regio's ligt een klooster, Garrick Mark, waar de Church of Cyros heerst en les wordt gegeven aan studenten uit alle windstreken. In Garrick Mark wordt elke regio vertegenwoordigd door een huis. Zo zijn er de Black Eagles onder leiding van Edelgard uit Adrastia, de Blue Lions, aangevoerd door Dimitri uit Fargus, en de Golden Deer met Claude uit Lester aan het hoofd. Allemaal oude bekenden uit Three Houses, en net zoals in die game, kies je er ook hiervoor om je aan te sluiten bij een van de drie. Dat maakt het meteen ook interessant om dit spel meerdere keren uit te spelen. Tussen haakjes, ik koos voor de Blue Lions. Wat Chess in Three Hopes precies te wachten staat, vertel ik hier uiteraard niet. Al kan ik wel zeggen dat dit nieuwe personage echt weet te overtuigen en niet verbleekt tussen alle sterke karakters die we al kenden. Nu, dit is een Warriors game en dat betekent dat we het in elke strijd opnemen tegen een belachelijk grote groep tegenstanders. Telkens verbaast het me weer hoe ontspannend het is en hoeveel voldoening het geeft om honderden vijanden tegelijk van het slagveld te slaan. Het enige minpunt is de camera. Vooral de lock-on camera die zou moeten helpen om op een sterkere vijand te focussen, maar vaak meer bijdraagt aan de chaos. Een gekende valkuil voor een Warriors-titel is dat die nogal snel eentonig kan worden. Gelukkig biedt Three Hopes voldoende afwisseling om boeiend te blijven. De uitdagingen per battle zijn gevarieerd. Soms moet je iemand beschermen tijdens een vlucht, soms vecht je tegen de klok en een andere keer duiken er onverwachte obstakels op. Plus, er is ook voldoende te doen naast de battles. Je keert bijvoorbeeld steeds terug naar het basiskamp, dat steeds uitgebreider wordt en waar je de banden met je huisgenoten kan versterken, door bijvoorbeeld samen te trainen, te koken of andere taken uit te voeren. Voldoende content dus om tientallen uren in te verdwalen, iets wat ik met heel veel plezier heb gedaan.